Actie. Actie. Oh, wacht even. Stop even. Daar komt de auto langs. Ja. Ja, actie. Wat vind je van Karel? Hoi, ik ben Adriaan de Jong. Hoi, Gerard Ventus. Hoi, Ventus. Wat betekent dat precies? Dat betekent wind. Welkom bij dit interview. Dankjewel. Ik wilde beginnen met een paar vragen om je beter te leren kennen en in je hoofd te kruipen. Goed. Wat is je lievelingsdier? Laat je niet beïnvloeden door mij. Een stokstaartje. En waarom? Ja, waarom niet? Wat is jouw lievelingsemoji? Ik haat emojis. Ik heb echt scheidhekel aan emojis. Kijk eens hier. Schenk het maar in je mijl. Ik maak er graag nog eentje voor je als je dat wilt. Want dit was echt een faalproduct. Goed, Adriaan. Jij bent op dit moment een game aan het maken, Hidden Folks. Hoe ben jij vervuld geraakt met inspiratie hiervoor? Dat is een spel oorspronkelijk geïnspireerd op een eindexamen-expositie van Sylvain de Groeg bij de Rietveld. En hij had hele mooie glazen ballen gemaakt met daarin voorwerpen. Nou, dat vond ik hartstikke leuk, maar op de achtergrond waren illustraties. En die illustratie vond ik eigenlijk nog veel vetter, want het was een soort van ja, zwart-witte wereldjes. Het gaf me heel erg het Waar is Wally gevoel. Dus ik zat echt gekluisterd op die plaatjes te kijken van, wat zie ik voor me? Dit is zo vet. Er gebeurt zoveel in dit wereldje. En dat inspireerde me eigenlijk direct om een game te maken. En ja, 2 weken later hadden we afgesproken. Had ik gewoon letterlijk zijn werk van zijn website gejat. En gezegd, nou, dit is wat ik ongeveer in gedacht heb. Waar is Wally gevoel? Maar wel echt een game maken waarin je probeert overal alles aan te raken. En alles leeft een beetje. Dus dat was eigenlijk het begin. Hij tekent al die elementen waar het spel uit bestaat op papier. Vervolgens scannen we die in en maken we daar een zogenaamde sprite sheet van. Die kleine onderdelen apart gooien we in de game bij elkaar en die kunnen we dan animeren door ze te roteren of door ze te bewegen. Zo heb je in dit camping level heb je bijvoorbeeld het gras en als je daarop klikt, dan wordt het kleiner. En hier kan je dus ook de tenten openmaken. Dan zitten er mannetjes in. Hey, hoe kun je hier op de camping nou punten scoren? Hoe kun je winnen en de beste worden? Dat is iets waar ik eigenlijk al inherent niet aan doe. Punten geven, scores halen, dat soort dingen. Want wat er echt leuk is, is dat bijzondere visuele. Waar je helemaal jezelf in kan verliezen. Maar wat er ook leuk is, is dus dat overal op drukken en proberen te verkennen. En dat heeft niks te maken, alle twee, met punten halen. Oh. Als je ergens mee bezig bent en je wilt iets maken, dan is mijn visie erop dat je het beste maar gewoon even iets snel in elkaar kan flansen. En dan direct kan gaan testen met andere mensen. En dan kijken of het werkt. En dan op basis van die ervaringen gelijk
een iteratieslag te maken. En als er dingen niet werken, gewoon eruit flikkeren. Dat iteratieproces, dat ligt echt aan de kern van wat ik doe de hele dag. In deze scène heb je een garagedeur en een stok die je heen en weer kan bewegen om de auto te laten rijden. En wat ik mensen zag doen, was op die garagedeur drukken, maar nooit slepen. Maar je moet hem open slepen. Dat wilden we oplossen met een klein vingertje. Eigenlijk iedereen snapt dit vrij direct. Dus iedereen zet direct zo zijn vinger erop en die sleept zo. En nou, dan snappen mensen direct, oh, ik kan de garagedeur open doen. Dit was een oplossing. Die had ik kunnen gebruiken. Maar wat zag ik tegelijkertijd? Dat toen ik dit voor mensen neerlegde, ze snapten wel wat ze moesten doen, maar ze waren die glimlach kwijt. Gewoon, oh, ik weet nu precies wat ik moet doen. Oh, nou, ik doe het maar gewoon. En, terwijl wat ik wilde is dat mensen het gingen ontdekken. Dus toen ben ik weer terug naar de tekentafel gegaan. En wat ik toen heb toegevoegd is dit. Wat hebben we nu gedaan? We hebben gezorgd dat mensen gaan rondkijken van wat kan ik doen. Ze drukken per ongeluk op de garagedeur. En ze ontdekken, oh, ik kan hier iets mee. Ik zie een wikkelende deur. En vervolgens sleept de deur open. Hebben ze zelf die ontdekking gedaan en worden ze helemaal blij. Dat is dus precies wat ik ermee wilde bereiken. Dus dit is de oplossing waar ik naar zocht. Dus je bent echt super hard de hele game aan het consumeren. Je aan het opnemen en overal mee aan het interacteren. Je zit echt even in die wereld. Adriaan, je had nog beloofd een Gerard Ventus karakter te maken. Maar dan moet ik even op zoek naar dat paardenhoofd. Graag een paard, maar wel met een jurkje. Ik wil dat jurkje linksbovenin. Ja, oké. Heen en weer lopen, gezellige wandeling. Misschien kun je wel van het paard met het jurkje een vast karakter maken. Dat zou kunnen. Jij zou graag willen dat het paardenkarakter met het jurkje een ding gaat worden. Oké. Ga ik over nadenken. Ik denk dat veel mensen zichzelf daarin kunnen herkennen. Oké. Ik wil wel vaker het spel spelen en nog meer suggesties doen. Oké, dat is goed. Laten we dat afspreken. Het is ook goed om een paard als playtester te hebben. Dat is toch weer een doelgroep die die niet vaak genoeg aanspreken misschien. En ik heb jou nu zoveel vragen gesteld, maar heb jij nog vragen aan mij? Of verzoeken? Even over nadenken. Ja, ik ben wel benieuwd waar je je schoenen koopt. En jij bent in je games ook van intermenselijk contact, toch? Intermenselijk contact, ja. Misschien kunnen we het interview, dacht ik, afsluiten met een knuffel. Dat lijkt me een heel goed plan, ja. Want ik vond het een fijn interview. Dank je hiervoor. Jij ook bedankt. Nee, je moet je zendertje in je rechterhand nemen.